allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, volgens mij is het 4 mei. Ik zit even lekker in de auto. We zijn namelijk vandaag lekker aan het toeren door Noord-Holland. Mijn vader is architect en die heeft dus allemaal ontwerpen gemaakt in Noord-Holland. En hij moest wat foto's hebben voor zijn nieuwe website waar ik aan bezig ben. Dus we dachten nou, waarom niet? We zijn toch vrij, we hebben vakantie. We gaan gewoon lekker even toeren door Nederland. We zijn volgens mij op dit moment in Zaandam, dacht ik. We zijn tenminste net ook in Amsterdam geweest, in Lijnstad of zo. Nog iets. Zoals je kan zien, in de vorige vlog had ik laten zien dat mijn oog ontstoken was. Het is al hier een stukje minder. Het is nog steeds wel gewoon rood en het prikt en het is niet echt fijn, maar het is wel minder als eerst. Mijn voet is ook nog steeds pijnlijk van die gekke scooterongelukzooi. Beetje jammer, maar ja, kan gebeuren. Mijn ouders zijn even foto's nu maken, alleen als ik telkens die schoenen aan moet doen met die enkel, is dat niet echt heel chill. Dus dat doe ik even niet. Ik heb vannacht bij Damien geslapen. Daar ben ik net van, of nou net een tijdje nu van terug, aangezien we met de auto weggingen. Van hem opgepikt. Ik heb ook meteen daar de mukbang bewerkt. Die mukbang die staat, als het goed is, nu online. Dus hebben jullie het nog niet gezien, ga dan zeker kijken naar de video. Ik ben nog van plan om met mijn moeder deze week een video op te nemen voor volgende week dan als extra video. En ik heb nog allemaal leuke ideetjes die ik wil gaan uitvoeren. So stay tuned. Ik probeer zoveel mogelijk originele dingen te bedenken. Dat is een beetje lastig. Maar ik heb een leuk ideetje dat hopelijk nog niet gebeurd is. Het is ook echt super lekker weer weer. Wat ik vandaag aan heb is de trui van de Zara. En ik heb broek van de Only aan. En ik ga even lekker wachten tot mijn ouders weer terug zijn. Het is ondertussen alweer avond. Oké, het ligt hier echt poepie lelijk, maar maakt niet uit. Ik ga even lekker koken vanavond, want we gaan van die gekke Turkse pizza dingen weer maken. En mijn ouders vinden volgens mij dat ik dat goed kan. Dus ik ga het maken. Ik zie alleen nu dat mijn led echt smerig is. Ik zie ook net dat de afwas nog niet is uitgeruimd. Dus we gaan daar even lekker eerst mee beginnen. Ik ga dus even nu de afwas uitruimen en inruimen. Dan ga ik lekker beginnen met die reppertjes maken. Hoi allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is al best wel laat, dus denk ik iets van 1 uur. Damien en ik waren op ongeluk pas om 12 uur wakker geworden. Of nou ja, ik en Damien om 11 uur. Ik ben dus voor het eerst even in de Hoofdlied geweest. Ik heb namelijk ontbijt gehaald. Wat spulletjes voor de cake die ik echt moest hebben. En mijn ouders vonden het ook goed. Vannacht hebben wij zo geslapen. Want ja, 1,5 meter afstand. Omdat ik lekker ontbijt heb gehaald, hebben we croissantjes zo gehaald. Ik ben helemaal bij het halen van die trap. Dus dat hebben we net in de oven gedaan. We hadden croissantjes en mini sausage broodjes. Ik zal het even laten zien. Dit zijn de croissantjes. En het zesheidsbroodje zit er nog in. En hier hebben we lekker jam. En ik heb dit gehaald. En dat gaan we lekker opeten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik heb even lekker geslapen. Ik heb echt lekker geslapen gewoon. Ik werd wakker om 9:30. Maar ik was echt gewoon klaar wakker. Toen heb ik een uurtje nog in mijn bed gelegen. Temptation Island gekeken. En toen heb ik even lekker ontbeten. Ik ga vanmiddag met mijn lieve vriendin Shikaya buiten picknicken. Op afstand. Zij werkt namelijk in de supermarkt. En ze vindt het ook gewoon fijn als ze op afstand van mij blijft. Dus dat is super fijn. Tot die tijd ga ik heel eventjes me opfrissen. Ik ga nog even denk ik YouTube kijken, een beetje chillen. Ik moest nog even ontbijten en dan gaat zij de boodschap halen. Omdat zij altijd toch in de Hoofdlied komt. Maar dan hoef ik niet de supermarkt in. Dus daar heb ik zin in. En ik zal wel gewoon lekker alles gaan filmen. Want het wordt een superleuk dagje. Ik heb de laatste paar dagen iets minder gefilmd volgens mij. Het komt omdat ik gewoon de hele tijd ook een beetje met Damien ben. En om dan telkens te gaan filmen. Dus dan ben je lastig. Maar dat zal ik wel proberen meer te doen. Ergens deze dagen komen ook mijn sieradenspullen binnen. En dat vind ik echt heel leuk. Want dan kan ik eindelijk een beetje dingetjes gaan maken. En daar heb ik echt zin in. Mijn vriendinnen en ik hebben dus een sieradenaccount op Instagram. Lisa die kwam met het idee en Quinty en ik vonden het allebei heel leuk. Dus willen jullie nou het accountje volgen? Hier staat de naam. Er staat ook een linkje in de beschrijving, dus kijk er zeker even naar. En ik ga even lekker wachten. Goed, ik zit hier lekker gezellig met Kaya op 1,5 meter afstand. We gaan lekker picknicken. En Kaya is net naar de winkel geweest, omdat ik niet durf lol. En toen heeft ze dit allemaal lekker gekocht. Dat ziet er eigenlijk gross uit, maar die kapatje gaan we straks eten. En hier hebben we aardbeidjes, truffelmayo. Oh, niks 18. Slagroom. Ik ben 18. Dus jij bent 18, inderdaad. Gekke ballen. Gekke ballen. Bombeers. Popcorn. En dit gaan we even lekker opsmikkelen. Ja. Hey! Hey!
Hey! Hey! Poep! Goed. Nee! Waarom doet hij dit? Hallo! Oh, nou! Oh ja, ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Bo, je dacht door. Zak of je pak? Ik moet daar. Ja! Nou, hou nou even je bek. Heel hard weg nu. Dan gaan we content. Content! Ja, komt. Welkom terug. Ik voel mezelf wel weer leuk. Wat een tyfus humor hebben hun, hè? Hun humor is echt naar de galamiezen. Jut en Jul hoor. Kijk, hun mogen dus wel bij elkaar in de buurt, maar ik niet. Dus ik zit hier zo heel triest, zeg maar, echt lekker op een bankje met allemaal vieze hondenharen. Bobo! Ben je klaar? Bobo, Bobo! Oh! Je wordt YouTube famous. Nou, is goed. Wij gaan er weer lekker vandoor. Goed, het is alweer middag. Ik heb eventjes popcakes gemaakt. Ik heb het een beetje gefilmd met mijn mobiel, zoals je kon zien. Ik zal straks even het eindresultaat laten zien. Maar je moet er niet al te vrolijk voor worden. Het ziet er echt niet uit. Maar echt niet. Want de chocola smolt gewoon niet goed. En de balletjes waren nog veel te plakkerig. Het is een mislukkeling geworden. Maar ik heb het geprobeerd. Dus ik ben weer trots op mezelf. Ik ben weer actief geweest. Mijn moeder en ik gaan straks heel eventjes snel zalm halen. En voor mij een lekker bekkie. Want we eten vanavond lekker vis. En verder weet ik eigenlijk niet echt wat ik ga doen. Ik wil deze week sowieso nog even mijn tassenstash opnemen voor in mijn vlog. Dat leek me wel een leuk idee. Dus dat ga ik nog doen. Ik denk dat ik dat morgen ga doen. Ik ga wel morgen weer met mijn moeder langs mijn zus en mijn oma. Wat wel heel leuk is, we hebben dus afgesproken met mijn zus dat ze over een paar weekjes, over 2 weken, weer een beetje thuis komt. Ze woont namelijk niet meer thuis. En ze is nu dus met andere huisgenoten in haar huis. Waardoor we haar ook op 1,5 meter afstand zien. Maar ze vindt het toch wel fijn om weer even naar huis te komen. Dus we gaan gewoon op 1,5 meter afstand leven met haar in het huis. Vind ik wel super leuk, want dan kan ik weer gewoon even gezellig mijn zusje in huis hebben. Weer leuke dingetjes doen, want dat mis ik toch best wel, merk ik. Zeker in deze coronatijden. Ik wil gewoon eigenlijk mijn zus bij me hebben en dan lekker leuke dingen kunnen doen. Maar ja, dat kan niet. Ik ga nu even YouTube kijken en dan ga ik wachten tot mijn moeder en ik vis gaan halen. Goed jongens. We hebben hier de geweldig mislukte poppencake. Kijk, dit ziet er toch niet uit. Dit kan niet. We gaan een hapje nemen. Niet slecht. Nou, ik vind het gewoon smerig. Dat ga ik niet nog een keer proberen tenminste. Hoi allemaal. Het is vandaag vrijdag. En dat is weer de dag dat wij lekker langs bij iedereen gaan. Oh, die auto is vet hier. Mijn moeder is er even lekker tulpen voor zichzelf aan het halen. Dat doen we nu namelijk de laatste tijd bij zo'n plek hier. Dus dat is super leuk. Ik heb eindelijk mijn zonnebril weer teruggevonden. Hij was best wel lang kwijt, echt de hele zomervakantie. En toen lag hij dus in mijn vaders kantoor ergens in een bakkie. Maar dit is dus mijn mooie Ray-Benny. En er zitten nog sterkte in. Maar omdat mijn oog dus ontstoken was, heb ik mijn lens even niet in nu. Dus dat is super chill. Dus ik heb gewoon nog sterkte. We gaan even langs Michelle. Dan gaan we even boodschapjes brengen en even gezellig weer kletsen. En vanavond ga ik weer met Damien wat eten bestellen. We gaan deze keer lekker niet filmen, want elke keer een mukbang van ons hoofd. Ja, we hebben ook niet altijd iets te vertellen. Ik ga nu even lekker wachten tot mijn moeder er is. Mee blaren in de auto. En dan zien jullie het wel weer. Vandaag trouwens aan heb in dit shirtje van Tommy Hilfiger. Nice! Even die beesten opfilmen. Waar zijn ze? Daar. Ja, daar, leuk. Je ziet het gewoon? Nee. Ja. Je zit er nu net te bewegen. Waar? Ja, ik zoek ze. Ja, je kan ze niet zien, denk ik dan. Goed, ik ben weer lekker terug van iedereen bezocht en boodschappen gedaan, wat dan ook. Toen we bij mijn zus waren, zijn we even naar haar dorpje geweest. En daar ben ik even de ezels in gegaan, want ik had een droogshampoo nodig. En deze is van Batiste. Of hoe je het ook uitspreekt, ik heb de geur blush. En dit is gewoon droog shampoo, vind ik altijd wel fijn. En ik zag dus een beauty blender van Wheel Technics. En deze kostte 8 euro. En hij heeft echt een heel mooi kleurtje. Gaan we er even uithalen. Oh, hij voelt echt chill. De gekke limited edition. Deze voelt echt chill.
denk wel dat dit een chille beauty blender is. Deze heb ik gekocht en er kwam een pakketje binnen. Ik weet dus alleen niet of dit een pakketje is met sieradenspullen of van een sieradenaccountje. Ik ga het openmaken. Oh, het zijn wel alle sieradenspulletjes. Oké, dit is wel leuk. Ik had dus bij een accountje genaamd Fris Sieraden allemaal sieradenspulletjes gekocht. Zoals je hier kan zien. En dat zit dus allemaal in dit bakje. Heel klein, schattig. En dat wist ik niet. Wel heel leuk. Hier hebben we het pakketje. En ja, ik zal wel even alles per dingetje leuk laten zien. Het ziet er wel heel schattig uit. Goed, we hebben als eerste, dat zijn deze. Het zijn allemaal verschillende soorten schelpjes. Dat is dus deze. Ik weet niet meer hoeveel ik ervan heb besteld, maar oké. Dan hebben we hier touw. Dat is gewoon draad. Super handig. Had ik besteld. Dan heb ik hier metaaldraad. En dat is iets steviger draad. En dat hebben we ook gekocht. Dat leek me toch wel handig om te gebruiken. We hebben hier verschillende soorten kraaltjes. Hier hebben we een rode kleur. Een soort rozige kleur. En hier hebben we dan een gouden kleur. Super schattig. Dan hebben we hier een mintblauwe kleur. Daar ben ik wel heel fan van. Ik vind die kleur heel schattig. Dan hebben we ook nog een witte kleur. En we hebben nog zwart. Want dat vonden we ook wel leuk om bij sommige armbandjes of wat dan ook te gaan maken. Dus deze hebben we. En dan hebben we hier alle sieraden bedeltjes. Die zitten hierin. Het zijn wel hele leuke bedeltjes. Ik zal ze straks allemaal even uitpakken en laten zien. Want het zijn er echt heel veel. Ze zijn zo mooi. Ze zijn veel mooier dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, ik had natuurlijk wel verwacht dat ze mooi zouden zijn. Dat hoopte ik ook wel. Maar ja, soms heb je dan toch een beetje expectations. En dan krijg je die reality. Maar dit ziet er echt goed uit. I love it. Goed, dan hebben we nog de basic dingetjes. Zoals hier. Dat zijn van die knijpdingetjes. Dat je oorbelletjes mee kan maken bijvoorbeeld. En hier hebben we oorbel knopjes. En gouden dingen. Leuk. Dan hebben we hier ook nog gouden, hoe heet dat? Tenminste, dat je het dicht kan klikken of zo. En dat je het aan een oorbelletje kan hangen, het bedeltje. Hier hebben we ook touw. Ik weet eigenlijk niet wat dit is. Ik weet ook niet of ik dit gekocht heb. En dan hebben we ook nog een paar pareltjes. Mijn moeder vond het leuk om hier wat mee te maken, dus die hebben we erbij genomen. Super schattig. En hier hebben we dan twee zakjes met die soort knijpkraaltjes. Ik denk dat je het zo noemt. Maar we hebben heel veel bedeltjes, dus ik zal die even aan jullie laten zien. Ik begin hier met een bedeltje. Dit is een schelpie. Let alsjeblieft niet op de nagels en op de vogels, want die zijn aan het krijgen. Dan hier hebben we als tweede hebben we deze luipaard. Dat is een jaguar. Hij is goud. Hij is ook best wel stevig, man. Het zijn echt goede bedeltjes. Dan hebben we deze. Die vind ik ook heel leuk. Leeuwpaardje. Een hoofd. En het is dan zo'n tussending. Dus dan hier kan je zo. Hier tussen kan je dan zo'n armbandje maken dat het zo zit. Super schattig. Dan heb ik deze twee gekocht. En deze doe ik voor een brilkort. Dat zijn deze twee blauwe poefies. Ik vond die wel heel leuk. Dan hebben we twee van deze gouden palmboompjes. We hebben deze tussenkort als schelpje. Dus kan je een leuk armbandje van maken. Kijk, dit bedoel ik met die dingen die we hebben. Want dit is zo'n soort verstelband waarvan je dan een armband kan maken, zeg maar. Zoals ik zie hebben we heel veel van die schelpjes gekocht. Ik weet ook niet waarom. Maar had ik dat per ongeluk allemaal erbij gedaan. Dan hebben we dit en dat zijn van die brilkortjes. Die je dan zeg maar in je bril vast kan maken. Ik had eigenlijk even een bakje moeten kopen of zo. Dan kan ik alles mooi bewaren. Ik heb niet echt iets waarin ik dit kan bewaren. Oh, dit is ook nog leuk. Dit is een draadje voor een ketting. Hebben we gekocht. Hier zo'n kettingje van maken. Super leuk. Kijk, dan hebben we hier twee pineapples. Heel leuk. Deze vond mijn moeder heel leuk. En die vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Dat zijn deze oogjes. Super schattig. Oh, ja joh. Oh, daar hebben we er ook. Daar hebben we er drie van gekocht. Oh, deze vond mijn moeder heel leuk. Kijk, dit is een... Dit is ook echt iets voor mijn moeder. Het is een mini vogeltje, zoals je kan zien. Echt mini, mini, mini. Het is wel leuk om een soort van bedelarmbandje te maken. Daar hebben we er ook twee van. Oh mijn god, deze zijn heel klein. Ik dacht wel dat deze iets groter waren hoor. Het waren ook echt 15 cent, dus misschien daarom. Het zijn blaadjes. Maar echt mini, mini, mini skul. En dan hier hebben we, deze vond mijn moeder ook heel leuk. Dat is een vlindertje. En daar hebben we er ook twee van. Dat is ook weer zo'n tussenkoortje. We hadden ook vier van die ananasjes gekocht. Want die vonden wij zelf heel leuk. Dit weten we niet wat het is. Maar mijn moeder vond die wel leuk om er een armbandje van te maken. Een soort gek draaiding. Dat kan je dan ook weer leuk hier zo aan doen. En dan hebben we hier. Die vond mijn moeder heel schattig. Hij is alleen wel echt heel groot. Dat is dit. Dat is een wereldbol. Alleen ik denk dat wij allebei hem iets kleiner hadden geschat.
Want hij zit echt zo als je een armband hebt. Maar op zich wel schattig. Dan hebben we nog meer palmboompjes. Hebben we ook meer van besteld blijkbaar. Oh nee, dat waren de zilveren palmboompjes. We hadden zilveren en gouden. En dan als laatste hebben we deze. Oh nee, als ene laatste hebben we deze voor mijn moeder. Dat zijn een soort zwarte steentjes. En dan voor mijn moeder leuk om een armbandje mee te maken. En dan hebben we ook nog als laatste een ankertje. En daar hebben we er ook twee van. Die zijn ook super schattig. Dat zijn de dingen die we gekocht hebben. Ik krijg dus binnenkort nog een pakketje binnen van een sieradenaccountje. Dus ik denk dat dat misschien deze week nog gebeurt. Ik weet niet of het al is opgestuurd, maar dat zie ik dan wel weer. Ik ga dit even weer opruimen. Ik ga even kijken of ik misschien een bakkie kan krijgen. Zo krijgen. Ik praat echt heel gek. Ik heb een soort gek accentje, maar ik weet echt niet waar. Ik ga dit tenminste even opruimen. Een plekje voor zoeken. En dan ga ik wachten totdat Damien komt. We gaan namelijk pizza bestellen. We gaan niet filmen of zo. Maar we gaan het wel bestellen. Dus ik ga misschien een video even ondertussen opnemen. Lijkt me wel leuk. Ik wil namelijk een tassenstash opnemen. Aangezien ik best veel tassies heb. Dus waarschijnlijk als deze vlog online is. Dan die donderdag krijgen jullie een tassenstash online. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik probeer gewoon steeds meer extra video's te maken. Nu zeker omdat ik zoveel tijd heb. Dus dat kan ook makkelijker. Ik ga even lekker kijken wat ik ga doen. En dan zie ik jullie wel weer. We hebben net even lekker gegeten. Damien is bij mij. Er is dus een pakketje binnengekomen alweer. Ik had namelijk echt 4 weken geleden een schilderij besteld op nummer. En het is binnengekomen. Ik heb even hand gedaan, want ik zat er echt geen poep van. Het ziet er ook echt vies uit, man. Ik word hier helemaal naar van. Oké. Okay. Hier komt het. Als eerste hebben we hier kwastjes. En dan hebben we hier alle kleuren. Dan hebben we best wel kleurtjes nog. Okay, en dan hebben we hier... Schrik me dood. Dan hebben we hier het doek. Ja, dit is natuurlijk de vraag of het eruit ziet. Dit moet dus een foto zijn van mij en Damien. Laten we het daarop houden. Echt? Ja, dat ga ik verven. Nice. Wow. Eerlijk. Wow. Hallo, die is gewoon goed. Goed gelukt. Maar waar ga je hem op strak hangen? Ja, dat is de vraag. Ah, hij is wel goed gelukt. Dit is een foto van mij en Damien op het strand. Ik zet hier wel even hoe de foto eruit ziet. En nou, ik vind het goed gelukt. Wel een beetje triest dat hier zo'n gek pakketje komt. Want ik vertrouwde dat je niet in de kloor te vinden. Ik ga het even mijn ouders laten zien. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik kan echt nooit de datums goed zeggen. Het is vandaag zaterdag. En ik ben al een tijdje wakker. Ik heb even gedoucht. Ontbeten, even mezelf... niet opgefrist, want ik draag even geen make-up de laatste tijd. Maar er was dus een pakketje binnengekomen. Dus ik dacht, het is wel heel leuk als we dat even lekker gaan unboxen. Gisteren zei ik al dat een meisje mijn sieraden zou opsturen. En ik dacht dat eigenlijk gisteren het pakketje zou zijn. Maar die is dus nu binnengekomen. Ik heb wat sieraadjes mogen ontvangen van een leuk sieradenaccountje. Het account heet ZS Jewels. Maar ik zal het straks even nog in de beschrijving zetten. Het is leuk ingepakt met leuke disco dingen. Dan gaan we even lekker openen. Het is erg ziek warm vandaag trouwens. Oh, er zit een leuk kaartje bij. Dus dat gaan we natuurlijk als eerste eruit pakken. Nou, superleuk kaartje. En hier staat dan nog een kaartje met sweet. En we hebben hier 1 pakketje. En zitten er nog 2 kleine pakketjes bij. Dus dat is natuurlijk super lief. Dus we gaan lekker beginnen met het eerste pakketje. Kleine. Ik dacht het wel leuk om dat als eerste te doen. Dat crepepapier altijd zo leuk. Vind ik schattig. Als eerste hebben we volgens mij een ringetje. Heel schattig. Zo ziet het ringetje eruit. En ik heb gevraagd of ik gouden sieraadjes mocht ontvangen. Aangezien ik eigenlijk altijd zilver draag. Ik dacht goud is ook wel eens leuk. Oh, dat vind ik heel leuk. Ik weet, zo is de ring. Ik heb hem even op mijn middelvinger gedaan hoor. Ik weet even niet waar ik wel anders omheen moest doen. Super leuk. Ik vind het oprecht schattig. Ik weet alleen niet of die... Ja, volgens mij moet ik hem zo dragen. Geen idee eigenlijk. Maar het kan allebei de kant op. Dus deze vind ik erg leuk. Dan gaan we door naar het tweede item. Sieraad. Hoe je het ook wil noemen. Ik vind het zo leuk om dingen uit te pakken. Ik voel me echt meteen jarig. Gewoon omdat ik niet weet wat erin zit ook. Dus ze heeft dingetjes namelijk voor me uitgekozen. Dus ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Oh, dit vind ik heel leuk. Het tweede item zijn deze schelpenoorbelletjes. Die vind ik oprecht echt heel cute. Ik hou echt van dit soort dingetjes. En het is zilver. En het voelt echt wel eens goede kwaliteit ook. Heel stevig. Ik zal deze ook even in doen meteen. Weet je, ik laat straks even op het einde alles aanzien. Hier hebben we een leuk strikkie. En hier zit
Oh, wat schattig. Hier zit een armbandje in. Volgens mij kan je dit gebruiken als armbandje en als enkelbandje, wat dan ook. En het is dus weer met zo'n leuk schelpje, maar dan in het goud deze keer. Hij heeft roze en wit en goud. Zo ziet hij eruit. Ik zal even alles nu aandoen, zodat je ziet hoe het eruit ziet. Goed, ik heb de oorbellen in en deze oorbellen vind ik super schattig. Ik ben echt fan van dit soort dingetjes. Super leuk. En aangezien de armband niet op mijn arm heen paste, ik weet dus niet of het een armband of een enkelbandje was. Om mijn enkel zit hij wel perfect. Dus ik heb het gewoon om mijn enkel heen gedaan. Dit is die voet waarmee ik een ongeluk gehad heb. Dus het ziet er even niet uit. Maar dit is het enkelbandje of armbandje. Volgens mij kun je het beide doen. En ik vind deze echt super leuk. Erg schattig. Nou, ik wil ten eerste ZS Jewels bedanken dat ik dit mocht ontvangen. Neem zeker even een kijkje op hun account. Het staat allemaal een linkje in de beschrijving. Wat ik nu ga doen is aan school werken. We moeten namelijk maandag een schooldag af hebben. En ik heb er echt nog niks aan gedaan. Zo handig. Maar mijn motivatie is gewoon zo weg voor alles. Dat het echt niet meer te doen is. Dus ik ga daar nu lekker aan beginnen. Sorry voor de achtergrondgeluiden, maar hier zie je wat ik tot nu toe gemaakt heb van het hele plaatje. Ja, het ziet er nu gewoon heel vreemd uit, maar dit moet water voorstellen. En we gaan lekker dingen barbecuen voor de nasi. En ik ben even gestopt, want ik heb echt letterlijk over dit stuk, denk ik, iets van 1,5 uur. Het kost echt veel tijd. Maar het is wel leuk, dus ik ga hier zeker mee door als ik niks te doen tijdens mijn coronatijd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik zie nu weer dat mijn oog weer gewoon ontstoken begint te worden volgens mij. Het begint tenminste net weer zo rood te worden als eerst en ik heb daar geen zin in. Het is vandaag moederdag en zoals je hoort is de thee zet er het ding aan. Ik ben namelijk even lekker een ontbijtje aan het maken voor mijn moeder. Het ziet er echt nog niet mooi uit. Ik heb hier een krentenbol en twee beschuitjes. En ik ga nu wat druifjes neerleggen erbij. Ik heb een paar sausagebroodjes in de airfryer zitten en ik ga thee voor haar zetten. Ik ga dit even maken. Zoals jullie net lekker konden zien, had ik een ontbijtje voor mijn moeder gemaakt. Damien was er blijven slapen. Ugh, mijn bril reflecteert zo lelijk. Ik moet dinsdag een opdracht inleveren van school. Het is best wel een grote opdracht. Het is een examenopdracht en we zijn allemaal eigenlijk veel te laat aan begonnen. Dus ik ben daar lekker vandaag mee aan begonnen. Ja, begon ik altijd best wel wat eigenlijk. Maar ik ben er nu lekker mee bezig. We moeten een magazine maken en we moesten een stad uitkiezen waar we heen willen gaan, zeg maar, waar we heen zouden gaan. Dan moeten we daar onze doelgroep uitkiezen en dan moeten we allemaal evenementen en voorzieningen vinden bij de stad en de doelgroep. Ik heb Utrecht gekozen en ik heb dan bijvoorbeeld als voorzieningen de Dom, de botanische tuinen, whisky bar. Ik heb de doelgroep modern, dus ik moet een beetje uitzoeken wat mensen leuk vinden die in de moderne doelgroep zitten. En ik ben zelf al best wel van die doelgroep. Dus ik ben gewoon ook een beetje aan het kijken wat mij leuk lijkt. Zodat, ja, dan weet ik eigenlijk al wat het een beetje oké is. Ik ga daar even lekker nog een tijdje aan werken. Ik denk 2 uurtjes of zo. Ik moet namelijk een magazine ervoor maken. Dat is wel leuk. Als ik dat gedaan heb, dan weet ik het niet. Damien en ik wilden eigenlijk vandaag iets gaan doen. Alleen ik zei van ja, ik moet wel echt deze opdracht afmaken. Dus hij is net even naar huis gegaan. En dan gaan we kijken of we daarna wel weer iets gaan doen. Moeten we nog even bekijken.